Wat nieuwe namen erbij, of ja, nieuw. Michal Sadilek, Joël Pirou, Jason Lombwijk, zij komen terug van het jeugd-EK. In die tweede helft heel erg hard. Cambuur is eigenlijk niets te vertellen. De PSV, zeker in die tweede helft, ook fris, vrolijk, een beetje samba voetbal en wij daar ook de 5. PSV krijgt kans na kans in die openingsfase. Dit is Vitesse en weer de redding van Nes. De paas op Sidibé, die mooi langs de tegenstanders glijdt, de ruimte heeft voor het schot. Het schot is Sekou Sidibé. Een van de weinigen die zaterdag wel in de basis stond. Hij bij PSV onder 17. Eerste kans van de wedstrijd en de redding. Flank, goede opkomende back. Terug op Sidibé met een voorzet. Op die man via de paal. Tegen de... Van Dijk, Daniels wil die bal, maar staat buitenspel. Sidibé mag wel door. Alleen op Hamers af, de nodige scharen. Is Hamers voorbij de inzet en dan staat daar Davy van den Berg. En hij zorgt voor de 3-1. Goed gevolgd naar die actie. En dan is daar Dennis Schutte. Voor ADO zou je denken. Vitesse legt terug. Sidibé en daar de 1-0. De dikverdiende. Goeie op de tribune. Voorzet van captain Sambo. Ruimte voor Sidibé en die helpt hem. Van Peter Udeke. Deze steekbal ontzettend goed van Davy van den Berg. Het afmaken van Sekou Sidibé. Invaller Leandro Fernandes. Of Andy Koshi. De buitenspelval van Roda. Mislukt in deze fase van de wedstrijd keer op keer. Zagov met de bal op Sidibé. En dan staat het 4-1. In de eerste helft